Islam komt het woord overal tegen. Op het journaal, in de kranten. Het is een religie waarover heel veel te doen is. En vandaag zullen wij naar die religie gaan kijken, maar we zullen eerst eens gewoon even gaan kijken naar dat woord islam. Want als je dat woord gebruikt, moet je wel weten waar het vandaan komt, waar het voor staat. Het woord islam is eigenlijk opgebouwd uit de oud-Arabische stamvorm SLM. En SLM staat voor zich onderwerpen aan Allah, de enige God. En hieruit kun je ook een ander woord afleiden wat ook heel veel gebruikt wordt. Namelijk het woord moslim, oftewel moslim. Een moslim is namelijk iemand die zich onderwerpt aan Allah, de enige God. Nu gaan we eens even kijken naar de wortels van de islam. Paragraaf 3.1 gaat erover. De opkomst van de islam. Wat staat daarbij centraal? Nou, het ontstaan van de islam, maar zeker ook de verspreiding. En het is dus in de eerste plaats een culturele paragraaf. Het gaat over een geloof. Maar als het gaat om die verspreiding van de islam, dan komen politiek en economie ook om de hoek kijken. Die islam is net als het jodendom en het christendom, dat we in paragraaf 2.5 hebben gezien, een monotheïstische godsdienst. En hier zie je nog even een aantal van de belangrijkste zaken uit paragraaf 2.5. Twee namen zullen in ieder geval nog wel iets zeggen. Dat zijn Mozes en Jezus, de belangrijkste profeten van respectievelijk het jodendom en het christendom. Nu voegen wij daar een derde profeet toe, de profeet Mohammed. En Mohammed is voor de moslims de belangrijkste profeet, maar hij is lang niet de enige profeet. De moslims erkennen ook Jezus en zij erkennen ook Mozes. Maar zij zeggen, Mohammed is de laatste in een rij van profeten en de enige profeet die de juiste boodschap van God weet over te brengen. En Mohammed is dan ook een heel centrale figuur in dat islamitisch geloof. En dat islamitisch geloof ontstaat op het Arabisch Schiereiland. En dat is het gebied vooral van tegenwoordige Saoedi-Arabië. We zien hier dat er dus blijkbaar een verband bestaat tussen Mozes, Jezus en Mohammed. Maar er bestaan dus ook verbanden tussen die drie godsdiensten. Het jodendom, het christendom en de islam. Nou, hier nog even die zaak van het jodendom en het christendom op een rijtje. Nu gaan we eens even kijken naar de belangrijkste kenmerken van de islam. De islam ontstaat rond 622 na Christus. Dat is in ieder geval het jaar waarop de islamitische jaartelling begint. De god van de islam is dezelfde god als die van de joden. Yahweh is dezelfde god als de christelijke god. Maar zij geven hem een andere naam, namelijk Allah. Nou, die profeten hebben we het net dus al even over gehad. De belangrijkste profeet voor de moslims is Mohammed. En hij is dus niet de enige profeet die de moslims erkennen, maar wel de belangrijkste. Tot zover zien we dus zowel in de god als in de profeet zien we veel overeenkomsten. Bij het heilig boek zag je ook overeenkomsten tussen het jodendom en het christendom. De Joodse tenag vormt eigenlijk voor een groot deel het christelijke Oude Testament van de Bijbel. De islam kent een heel eigen heilig boek, de Koran. En in die Koran zijn alle verzen opgeschreven die Mohammed heeft uitgesproken zoals hij ze van Allah te horen zou hebben gekregen. En ook de islam kent leefregels. Net als het jodendom en het christendom heeft de islam sterke regels over wat goed en slecht gedrag is. Goed en kwaad dus. En die worden niet in 10 geboden samengevat, maar in de 5 zuilen. 5 zaken waaraan iedere goede moslim zal moeten voldoen. Okay, dan keren we nu even terug naar dat Arabisch Schiereiland en dan gaan we kijken naar de verspreiding van de islam. Want vanaf het jaar 622 verspreidt die islam zich razendsnel. En die verspreiding begint in de stad Medina, die je daar op het kaartje ziet staan. Op het moment dat Mohammed zich daar vestigt, in 622, dan wordt er eigenlijk een begin gemaakt met de verspreiding van de islam. Mohammed komt echter niet uit Medina. Hij komt uit de zuidelijker gelegen stad Mekka, een belangrijke handelsstad, op het kruispunt van belangrijke handelsroutes. En Mohammed leefde daar al 12 jaar op dat moment als een profeet. Hij had in het jaar 610 zijn eerste visioenen gekregen, zijn eerste boodschappen van Allah. En die boodschappen was hij gaan uitdragen.
En hij kreeg daardoor steeds meer aanhangers, steeds meer navolgers. En de stadsbestuurders van Mekka vonden op een gegeven moment dat Mohammed te veel macht kreeg, te veel invloed kreeg in de stad. En zij zetten hem daarom de stad uit. Hij vertrok naar Medina samen met een groep trouwe volgelingen. En dat markeert eigenlijk dus het moment waarop de islam zich gaat verspreiden. Waarom verspreidt de islam zich razendsnel? Er zijn een aantal redenen voor. De eerste reden is de jihad. Iedere moslim heeft de verplichting om het geloof te verspreiden. Dat is iets wat we bij de christenen ook terugzien, een verplichting om het geloof te verspreiden. Daarnaast zien we dat de gebieden die vanaf 622 ingenomen worden door de moslims, dat die van zichzelf op dat moment al heel erg zwak waren. Ze konden dus ook makkelijk overgenomen worden. En dat is natuurlijk ook wel fijn als je jezelf uit wil breiden. En nu komen we bij een heel belangrijk punt. Vanaf het moment dat Mohammed zich vestigt in Medina, krijgt hij steeds meer politieke invloed in die stad. En dan zie je een vermenging die je bij het Jodendom en bij het Christendom veel minder ziet, namelijk dat de politiek rechtstreeks beïnvloed gaat worden door het geloof. De islamitische leefregels werden ook meteen de basis van het bestuur. En daardoor raken mensen veel sneller beïnvloed door een bepaald geloof, in dit geval de islam. De islam kon zich ook heel snel verspreiden, omdat binnen dat steeds groter wordende islamitische rijk economisch gezien heel erg goed ging. Er waren belangrijke handelsroutes van oost naar west met name, waardoor er heel veel welvaart was in dat rijk. En de islam bracht behalve een geloof dus ook meteen handel in het gebied. Het bracht welvaart. En ook dan zijn mensen dus geneigd om een geloof sneller over te nemen. Een ander punt is juist dat we ook het tegenovergestelde zien gebeuren. De islam nam wel een bepaald gebied over, maar tegelijkertijd probeerden de moslims dan te kijken wat zij konden leren van die overwonnen cultuur. Wat zijn sterke punten waar wij van kunnen profiteren? En daardoor bloeide de islamitische cultuur heel erg op aan het begin van die middeleeuwen. En hier zien we nog een klein kaartje van die uitbreiding. Het donkergroene gebied is het gebied dat in de 10 jaar na 622 veroverd wordt. Dat is al een heel erg groot gebied. Maar je ziet dat het daarna nog veel sneller gaat. Het iets minder donkergroene gebied wordt tot 661 veroverd. En als we bijna 100 jaar verder zijn, dan zie je dat zelfs het grootste gedeelte van Spanje en het grootste gedeelte van Noord-Afrika bij de islamitische wereld hoort. En terwijl in Europa juist het grote Rijk, het Romeinse Rijk, uit elkaar valt, zien we dus dat in het Midden-Oosten de islamitische wereld heel erg opbloeit.